Dit is een school in een klein christelijk dorp vlakbij Mosel. Het ligt er echt op 20 kilometer of zo vandaan. Hier worden 150 mensen opgevangen die allemaal behoren tot dezelfde familie. Het zijn moslims en het is een streng christelijk dorp, waarbij zelfs christenen uit andere dorpen, dat vinden ze heel ingewikkeld. Dus kun je nagaan hoe moeilijk dit voor ze moet zijn. Ongeveer alles is uitgeput, alle ruimte die ze hebben om mensen op te vangen, die hebben ze benut. En de priester die we net spraken, die zei van als er nu nog meer mensen bijkomen en elke dag komen er nieuwe gezinnen, dan zal binnenkort het moment aanbreken waarop we ze door moeten sturen naar de tentenkampen. En je begrijpt natuurlijk dat dit niet fijn is, maar de omstandigheden zijn veel beter dan in die tentenkampen. You live with 32 people here. How many rooms do you have? Two rooms. Two rooms with this hall. 32 people. Yeah, you know, they ask me how you are dealing with this. Well, we try to be organized. I ask him why you escaped from Mosul, why you get out. He said it was confusing and it was chaos. We don't understand what's going on. Some people said the army is going to bomb. Some people said Daesh is going to kill everyone. Some people, so it was chaos, so they escaped. We zijn hier in Domis, is een vluchtelingenkamp, een groot vluchtelingenkamp, waar Syrische vluchtelingen opgevangen worden. Irak is niet alleen geteisterd door nieuwe ontheemden nu, door die crisis met ISIS, zoals je hier dus duidelijk kunt zien. Dat de situatie voor nu weliswaar beheersbaar is, hè. De meeste mensen worden opgevangen bij families thuis, zoals we ook gezien hebben. Maar voor de langere termijn gaat het heel ingewikkeld worden. En waar de organisaties ook erg bang voor zijn, is een nieuwe toestroom aan vluchtelingen. En dat kan in uren van nu een feit zijn. Dus de organisaties zijn bezig met het opzetten van nieuwe kampen en het voorbereid zijn op een mogelijke groei van deze nieuwe crisis.